De wereld om ons heen wordt namelijk steeds groter door de vele technologische mogelijkheden. Maar deze globalisering zorgt ook voor uitdagingen op het gebied van taal en communicatie. Ik ga vandaag langs bij Straker Group en zij gaan mij laten zien hoe AI die grenzen kan overbruggen. Ik ben benieuwd. Astrid, AI kan taalbarrières overbruggen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? We gebruiken AI natuurlijk voor het vertalen van documenten. Dus bedrijven hebben behoefte aan vertalingen van persberichten, contracten, manuals, noem maar op. Daarnaast kun je ook, als je bijvoorbeeld in een zakelijk chatprogramma zit, kun je in je eigen taal communiceren met iemand die een andere taal spreekt en schrijft. Herkent zo'n app dan de taal of hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, je moet een app downloaden en dan moet je de conversatie starten en dan aanzetten welke talen men spreekt. En dan gaat het vanzelf lopen. Ja, het klinkt interessant en ik heb er ook wel een beeld bij, maar je hebt mij vast een voorbeeld op te laten zien. Het is heel leuk om te zien. Kom, dan gaan we kijken. Felix, Astrid told me that you can show and tell me more about the application. Yep, correct. The application is very easy to set up. I mean, a couple of clicks, you have that application, your app is in your workspace and ready to go. You can choose the languages that you need and start the conversation. I will do it in my native language, which is Spanish. But every language is possible. Yeah, every language is possible. The only thing is that, of course, we need to think whether it makes sense to add all the languages in one go. At the end of the day, there are different use cases, and the apps needs to give you that flexibility to set up the right channel with the right languages, of course. And do you have examples of use cases? Yes. This is a typical use case, corporate environment, where you have people from different languages and nationalities, and you want to keep communicating or have those meetings among those people, and then you can have all your communications in your native language. The second one is about, for example, technical support. In this use case, you don't need to have people in each country to do that support. And the third use case is about corporate communications. For example, in Canada, the Canadian government that is forcing to have all their communications in French and English. So that will allow all this type of global exchange of information easier. Wonderful, thanks. Straks praat Laura verder met Astrid en Felix over de mogelijkheden van AI op het gebied van taal. Maar eerst gaan we kijken hoe technologische innovaties bijdragen aan efficiëntere en duurzame stedelijke omgevingen. Felix, are there more possibilities with the application? Yep, absolutely. I mean, here what you can even do is to actually upload a video. Mm-hmm. And then you can get the automatic transcription of the content, and even if you want, you can choose to get subtitles and get them translated into the languages that you want. What about the business processes? The next step in the process is to use AI in terms of improving what is sent out for human validation or human review. And the platform, what it does is has been trained with an AI engine that provides a quality assessment of the output, and then only what is needed to be reviewed by humans is what the translators will get and process. And by the way, this is all applicable in all languages and in all markets, no problem at all. Thank you, Felix. It was very interesting, but I still have a couple of questions for Astrid. So, okay. Have a nice day. You too. Bye. Nou Astrid, ik was eigenlijk nog heel benieuwd hoe AI bijdraagt aan duurzaamheid. Het meest duidelijke is minder reizen. Je hoeft natuurlijk niet meer altijd naar elkaar toe te reizen om dingen te bespreken. Ander leuk voorbeeld is bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland is er een project waar in de Maori language bepaalde nieuwsoutlets worden vertaald. Er zijn maar weinig Maori vertalers, dus dat betekent dat die vertalingen heel erg duur zijn. En daardoor is er gewoon eigenlijk minder nieuws en dergelijke leesbaar in die taal. En nu met de AI kan dat allemaal vertaald worden. En het zorgt ervoor dat dus kleine talen levendiger blijven. Maar AI kan toch niet altijd de mens vervangen, toch? Er moet altijd nog een mens aan te pas komen. Hè? AI maakt ook fouten. Je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een presentatie of een speech van een president moet vertalen. Dan wil je daarna ook nog wel even dat er een mens naar kijkt. Om te kijken of er geen gekke dingen in staan. Dus die mens is absoluut nog altijd nodig.
Mooi. Ja, dat moet een mooie combinatie zijn. Maar gaaf om te horen wat AI kan betekenen. En ik kan me voorstellen dat bedrijven ook benieuwd zijn wat het voor hun kan betekenen. Waar kunnen ze informatie vinden? Op onze website, Straker AI, daar staat eigenlijk alles op waar we het over hebben gehad en nog veel meer. En men kan altijd met mij en Felix contact opnemen. Mooi, dankjewel Astrid. Dank je.